Fok de rechter totdat iedereen vrij is. Noem mij Titanic, ik ga tegen die ijs in. De man met de hamer, hier is er geen veiling. Contract die is klaar, broer, wat de tijd is. Hallo gamers en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Met vandaag nieuw Super Mario Bros. DS. Nu heb ik deze game natuurlijk al jaren geleden een keer volledig uitgespeeld als serie op mijn YouTube kanaal. Maar weet je, het is gewoon een hele leuke game. En deze XXL gameplay is het perfecte excuus om die game nog één keertje lekker door te spelen. En dat is precies wat we vandaag minimaal 1 uur lang lekker gaan doen. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Wereld 1, level 1. Dit is echt het makkelijkste level in de Mario 2D sidescroller geschiedenis. Hey, trouwens, dat nummer ken ik ergens van. Hele kleine shout-out naar de maker van dat prachtige nummer wat je hoorde aan het begin van de video. Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat je dit nummer hoort en denkt, ja, weet je wat daarbij moet? De muziek van Boef. Maar het eindresultaat mag er zeer zeker wezen. In iedere wereld kan je 3 grote munten verzamelen, de zogeheten Starcoins. Die doen eigenlijk vrij weinig. In de Wii-versie, als je alle Starcoins hebt, dan kom je bij een 9e geheime wereld. Wat mij overigens nog nooit gelukt is. Voor de rest is dit level dus veel te makkelijk omdat je deze power-up krijgt. Alhoewel, het halen van alle munten is best moeilijk, aangezien ja, deze Mario-vorm is veel te sterk. Maakt alles kapot. Maar daarmee maak je ook de pijp kapot waar ik zojuist... Nee! Nee! Godverdomme! De timing is uitermate pijnlijk. Wat ik wilde zeggen is, je maakt heel makkelijk met Mega Mario deze specifieke pijp kapot. Maar daar ligt de 2e gouden munt. Ik ben in principe niet echt van plan om alle grote gouden munten proberen te gaan halen. Maar waarschijnlijk ga ik het de eerste paar levels toch gewoon even doen. Totdat ik er sowieso heel snel eentje mis. En dan zeg ik, ah, dit is stom. Fuck die munten, ze voegen niks toe. Hoe heb ik alsnog iets gemist? Hè? Oh, je komt uit een hele andere pijp weer omhoog. Ah, dus we moeten nog even een klein stukje terug. Aha! Maar ik kan er niet in. Dat is ook super onhandig, want ik ben gewoon te klein. Dat is een klein stukje beter. Eventjes heel gauw. Nee. Die kant op. Sowieso, het kijken van deze video, ja precies dat, is heel frustrerend. Ik ga sowieso een heleboel hele domme fouten maken. En daarvoor wil ik alvast bij deze een klein beetje mijn excuses aanbieden. Ik zou zeggen, wen er alvast maar aan, want anders ga je een hele nare tijd tegemoet. Nou, lekker hoog op de vlaggenmast gesprongen. Eerste level in 1 keer gehaald. Ging echt fantastisch. Heerlijk. Gauw door naar het volgende level, zou ik zeggen. En hopelijk kan ik je ook blij maken met een mooi feitje. Dit feitje heb ik namelijk al een paar maanden liggen ergens tussen al mijn aantekeningen. Maar ik heb gewoon nog niet echt het beste moment gevonden om het te vertellen. Het is vooral een heel kort feitje. En het gaat als volgt. De koudste temperatuur ooit gemeten in Nederland was in Winterswijk. Dat was het. Ik vond het gewoon grappig dat, ja, een plek met de naam Winterswijk de titel heeft van koudste plek in Nederland. Het was daar 27,4 graden. Maar dan dus in de min en het was in 1942. Ja, dat was eigenlijk het volledige feitje. Misschien ook een beetje een anticlimax, afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Maar ik heb ook een ander feitje wat misschien wel iets meer je interesse weet te kietelen. Namelijk de heetste rivier ter wereld. Er is een bepaalde aftakking van de Amazonerivier. Zo'n 6 kilometer lang en die wordt ook wel de kokende rivier genoemd, want de gemiddelde temperaturen in die rivier gaan tussen de 45 en 100 graden. Er zijn verhalen dat toen de Spanjolen een klein beetje begonnen met heel Zuid-Amerika veroveren, dat een aantal van die conquistadores levend verbrand zijn, omdat ze gewoon in het water zijn gestapt. Nu kan ik me best wel goed voorstellen dat je je afvraagt, waarom is het daar nou precies dan zo heet? Heeft te maken dat er ergens een soort klein gaatje is richting, ja, de soort aardkorst, magma. Dit is een soort geotherme warmte. Het komt van de diepere warmte in de aarde. Ik zag toevallig laatst een YouTube-video getiteld: wat gebeurt er als je, zeg maar ja, rechtstreeks naar beneden graaft en je zou daadwerkelijk door de hele aarde heen kunnen boren. Ik heb de video niet gezien. Vast een hele interessante video. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment toch een keer heel veel magma tegenkomt. En dan, ja, sterft. Heel hard ook vooral. Klein onhandig dingetje. Ik heb zojuist een heel level geskipt door een geheime uitgang te vinden. In principe ben ik dan sneller klaar met de game. Dus boeien. Tot nu toe gaat het best wel lekker met die grote gouden munten. Maar ik zou jou graag een verhaaltje willen vertellen over mijn eigen
grote gouden munt. Een tijdje terug, ergens in 2017, 2018, had ik namelijk een tijdje lang een lievelingsmunt. Ik was ooit een keer bij de McDonald's en ze hadden opeens een speciale actie. De Big Mac bestond namelijk 50 jaar. En daarvoor hadden ze een speciale munt met erop een Big Mac en op de andere kant het getal 50. En het idee was, die kreeg je dan bij bestelling van, ik geloof, een Big Mac menu. En die munt kon je, wanneer je maar wilde, inleveren bij de McDonald's voor een gratis Big Mac. Het was dus eigenlijk een soort, ja, waardebon, maar dan in muntvorm. Ik dacht, ja, ik kan die wel gewoon de volgende keer dat ik bij de McDonald's ben inleveren. Maar stiekem vind ik het best wel een leuke munt. En vind ik het eigenlijk veel leuker om die munt, ja, een tijdje te houden. En gewoon, ja, iedere keer daarna dat ik bij de McDonald's was, had ik eigenlijk zoiets van, ja, ik vind de munt eigenlijk een beetje leuk. Het is een beetje mijn geluksmunt. Ik vond het fijn dat die altijd in mijn portemonnee zat. En toen laatst had ik opeens een idee. Kan ik niet kopietjes maken van die munt? Wat de... Wat kut. Dit is de melding die normaal in de stream komt als iemand merchandise van mij koopt. Wat er zojuist is gebeurd. Ik wilde toevallig heel erg subtiel in deze video nog wel opnoemen van, yo, ik heb sinds een tijdje nieuwe merch. Ik heb hem hier zelf ook aan in sweatervorm. Echt super comfortabele troep. Nou, ik hoef het niet echt subtiel meer op te noemen. Iemand heeft... Nee! Zojuist dat stukje reclame al voor mij gemaakt. Dus in dat opzicht, een linkje staat in de beschrijving. Als je toevallig interesse hebt, buy that merch. Maar we moeten even verder met het Big Mac verhaal. Dit is een klein beetje jammer. Betekent voornamelijk dat we de boss fight gewoon eventjes moeten doen. In een iets moeilijkere vorm, namelijk als kleine Mario. Het leek me in ieder geval leuk om voor een video proberen een kopietje te maken van die munt. Een soort mal of zo, waar je dan een metaal in giet. En dat ik dan honderden Big Mac munten had. En dan wilde ik ook daadwerkelijk naar een heleboel McDonald's in Nederland gaan. Om te kijken of ik gewoon een heleboel gratis Big Macs kon krijgen. Leek mij oprecht een best wel interessante YouTube-video. Tuurlijk, het is een klein beetje illegaal. Maar ik zou desnoods gewoon, weet je wel, na het inleveren van die munt naar de kassa willen gaan. En zeggen, yo, die munt was niet helemaal echt, weet je wel. Ik betaal alsnog wel gewoon eventjes netjes die burger achteraf, weet je. Dat ik geen gezeik krijg met de politie. Ik denk dat McDonald's geld zat heeft, hoor. Ik denk niet dat ze zich heel erg druk zullen maken om die ene fucking Big Mac die ze gratis aan me hebben gegeven. Maar het leek me een leuk video-idee. Ook een klein beetje, maar dat niet alleen gaat om die stomme munt. Maar ook een klein beetje om het hele maakproces. Van hoe zou je nou een nep munt kunnen maken? En ja, hoeveel mensen bij de McDonald's weten nog over deze actie uit 2018? Dus, ik had een superleuk origineel YouTube-video-idee. Waarom is die video er nooit gekomen? Nou, de actie van die munt die eindigde een paar maanden nadat ik mijn munt al had gekregen. Ik heb jarenlang rondgelopen met het idee van, yo, ik heb gewoon een gratis Big Mac in mijn portemonnee. Als ik ooit echt helemaal failliet ben, echt helemaal aan lage wal ben geraakt, ik heb altijd nog één Big Mac. Nou, blijkbaar niet, want die actie is al jarenlang verlopen. Maar ik heb wel de munt nog. En blijkbaar worden die dingen ondertussen best wel veel geld waard. Je zou kunnen zeggen, meer geld waard dan enkel en alleen één Big Mac. Dus die munt was sowieso een geniaal idee. Ik kreeg hem ook gratis. Ik wist niet eens dat die hele actie bestond. Ik had gewoon zin in een Big Mac menu. Dus in dat opzicht, allemaal hartstikke mooi. Het volgende dingetje waar ik je graag over wil vertellen, heeft ook te maken met eten, maar dan op een iets andere manier. Een paar dagen terug is namelijk mijn complete auto beklad met meel. Oorspronkelijk dacht ik dat het een of andere boze persoon was die mij kent van het internet. Weet je, een paar weken geleden is mijn auto beklad met rauwe eieren. Was ik eventjes tijdens een livestream naar de supermarkt gegaan, waardoor je heel goed kon weten precies waar mijn auto stond. Ik kom letterlijk een paar minuten later terug, hele auto onder de rauwe eieren. Oeh, dat ging echt net heel erg goed. Dat was toen ook, ja, hoe zeg je dat netjes? Best wel kut. Oh, godverdomme. Maar die eieren, die stonken voornamelijk. Dus ik moest gewoon eventjes gauw, ja, mijn auto wassen en dan was ik er weer vanaf. Het ding is, dat meel, daar kwam ik een stukje... Nee! Oeh, kut, ik heb dat ding wel even nodig. Dat meel was echt totaal niet vanaf te komen gewoon. Het werd echt gewoon heel snel knijterhard. Het was gewoon een soort cement op mijn auto. Ik heb op een gegeven moment gewoon naar de wasstraat gereden, hoge drukspuiter opgezet. En zelfs toen ging het er niet af. Nou moet ik zeggen dat ik ben niet per se heel boos op de personen die het gedaan hebben. Aangezien de bedoeling was waarschijnlijk, haha, het is een soort van onschuldig grapje. Ik ga er niet vanuit dat de persoon die meel op mijn auto gegooid heeft wist dat het knijterhard zou worden en bijna onmogelijk zou zijn om te verwijderen. Als die persoon dat wel wist en het dan gedaan zou hebben, dan zou ik die persoon eventjes, ja, keihard in elkaar willen slaan.
Maar sowieso was het waarschijnlijk geen gerichte actie. Namelijk de auto naast mijn auto zat ook helemaal onder de mail. In principe kan dat betekenen dat je mijn auto wil vandaliseren. En hé, er is nog wat mail over. Nou, pakken die ernaast ook mee. Maar het was ook nog eens de eerste zaterdag voor Pinksteren. Dat zal de meeste van jullie waarschijnlijk vrij weinig zeggen. Maar in Noord-Holland hebben wij de prachtige feestdag. Luilak. Toen ik nog een klein rikje was, was ik altijd heel erg fan van Luilak. Luilak is een feestdag waar het soort van oké is om pranks uit te halen voor een gebrek aan een beter woord. Het idee is voornamelijk dat mensen die lui zijn, te lang in bed blijven liggen, zich verslapen hebben voor hun werk, dat kinderen gaan de straat op en maken dan heel veel lawaai. Vuvuzela's, air horns, blikjes achter je fiets. Natuurlijk ook heel veel belletje lellen, waardoor sommige mensen, ja, best wel big brain, gewoon standaard hun deurbel uitzetten als ze weten van, hey, morgen is het luilak. Allemaal cultuur, dames en heren. Maar er is ook best wel een stukje, ja, hoe zeg je dat netjes, vandalisme bij. Best wel vaak dat mensen met een soort staaf boter over mensen hun ramen heen gaan smeren. En zo dus ook de mail over mijn auto heen. Uiteindelijk viel het allemaal gelukkig soort van mee. Ik had gewoon een soort heel heet sopje gemaakt. Echt vies heet. Een beetje vergelijkbaar met het water in een of andere rivier die een aftakking is van de Amazone. Gewoon heel heet water met heel veel afwasmiddel heb ik het er uiteindelijk uitgekregen. Maar mogelijk heb ik ook een heel groot deel van mijn lak bekrast. Dus vriendelijk verzoek om voortaan, ja, niet mijn auto te vandaliseren. Zo moeilijk is het niet. Een klein beetje normaal doen. Ik heb ook het gevoel alsof dit ook vast wel vaker gebeurt bij andere influencers. Bij een gebrek aan een beter kutwoord. Maar die tweeten er gewoon niet over. Het is best handig dat als iemand iets van je vernielt, dat je er geen aandacht aan geeft. Want dat maakt het juist leuker om het nog een keer te doen. Als jij in je vlog gaat zitten van, oh nee, mijn auto is bekrast. Dan wordt het opeens een heel stuk leuker om de auto nog een keer te bekrassen. Of je moeder dood te maken. Weet ik veel. Sommige mensen willen gewoon heel graag aandacht. En jammer genoeg krijgen ze dat niet van hun eigen moeder of zo. Dus dan is de enige manier of ze die aandacht wel kunnen krijgen mensen lastigvallen. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, of je in de toekomst geen mail op mijn auto zou willen gooien. Weet je, als je dan toch mijn aandacht wil, doe een briefje van 100 door mijn brievenbus, weet je wel. Is ook prima. Heb ik geen enkel probleem mee. Ik ga het sowieso tweeten. Dus dat stukje aandacht krijg je ook gewoon gegarandeerd. Iedereen gelukkig. En vooral ik. Nou, top. Ik ben toch stiekem wel heel erg benieuwd wat ik nou weer aanmoet met zo'n gigantische paddenstoel. Vooral in dit level. Voor mij is het hier echt totaal niet nodig. Maar boeien, daar gaat het allemaal niet om. We beuken er gewoon volle vaart doorheen. In ieder geval die eerste munt redelijk makkelijk weten op te pakken. Misschien dat ik ergens hier de tweede ook alvast mee kan nemen. Het stuitert in ieder geval best lekker dit. Waarschijnlijk stuiter ik zo meteen sowieso ergens tussen die platformen door. En ben ik keihard dood. Nou, niet eens. Nou, fantastisch. Even een klein beetje focussen. Hartstikke idee, tweede munt. Ondertussen kan ik je wel een klein dingetje vertellen over waarom rijbewijzen roze zijn. Het is namelijk soort van dezelfde reden waarom de LGBT-vlag, de regenboogvlag, twee kleuren mist. Oorspronkelijk had de Pride-vlag namelijk 8 kleuren. 2 kleuren meer dan de huidige 6-kleurige regenboogvlag. Die 2 extra kleuren waren een soort blauwig vak, weet je, turquoise. Dat is wat ik zocht. En de andere kleur is wat ze noemen hot pink. Echt gewoon goed knalroze. Beide kleuren zijn dus, ja, zoals je weet, staan niet meer op de vlag. Het eerste ding was namelijk dat roze is heel moeilijk te krijgen. Of in ieder geval, dat was het toen de tijd. Vooral in, ja, stofvorm en ook in papieren vorm was roze gewoon best wel moeilijk aan te komen. Precies de reden waarom toen eenmaal het rijbewijs werd ingevoerd, toch wel een belangrijk stukje papier of zo. Ze kozen voor roze papier, juist omdat roze papier heel moeilijk te verkrijgen is. Maar ja, als je juist een soort symbool wil, een vlag die met trots overal gezwaaid kan worden, is het juist wel handig als die kleuren en stoffen heel makkelijk te verkrijgen zijn. Dus daarom werd eerst besloten dat de Pride-vlag 7 kleuren zou hebben. Het roze zou namelijk weggaan. En toen werd toch wel gezegd van, ja, weet je, best wel lelijk dit. Een oneven hoeveelheid kleuren. Het is fijn als je de vlag gewoon door de helft kan doen en dan aan beide kanten 3 kleuren hebt. Dus is er nog een kleur gesneuveld, namelijk turquoise. En wat vooral interessant is, is dat er bestaat momenteel een vlag, een best wel bekende vlag, met precies die 2 geschrapte kleuren, roze en turquoise. En dat ken je misschien wel als de transvlag. Die heeft precies die 2 kleuren die eigenlijk van de Pride-vlag zijn afgevallen. Nou ja, genoeg gepraat over jouw seksualiteit. We gaan even lekker door met de game. Voor de rest is er iets waar ik al een paar maanden lang heel boos over ben. Ik heb het nog steeds niet helemaal losgelaten. Een tijdje geleden heb ik een IQ-test gemaakt.
En ik ben niet per se boos dat mijn score lager uitviel dan ik had gedacht. Ik krijg best wel vaak die vraag trouwens. Maar hey Rick, wat is je IQ? De laatste keer dat ik een daadwerkelijke IQ-test score heb gehad, zat ik in groep 8. En heb ik de CITO-toets gemaakt. Of misschien zelfs een andere, de Drempel-toets of whatever. Ik weet niet meer precies. Ik had in ieder geval een aantal van die, ja, standaard, hey, welke middelbare school ga je doen, toetsen gemaakt. En een van die had een IQ-score uitgepoept. Dat is de enige keer in mijn leven dat ik een IQ-score heb gehad. Dus laatst zag ik opeens zo'n ding van, oeh, je kan online een IQ-test maken. Ik heb letterlijk 2 uur lang ben ik bezig geweest met die IQ-test. Niet omdat ik heel traag ben, er waren gewoon heel veel vragen. Hoe langer de IQ-test, hoe beter het beeld is wat je kan vormen over iemands IQ. Aan de hand van 2 vragen kun je heel moeilijk inschatten of iemand een hoog IQ heeft. Vooral als de meeste vragen multiple choice zijn. Dus ik heb echt 2 uur lang zitten voor het invullen van die IQ-test. Ik kom bij de laatste stap en ze zeggen, hey meneer, voor het berekenen van uw IQ-score moet u €5 betalen. Ik denk, wat is dit nou weer voor bullshit? Het is wel geniaal. Je gaat eerst mensen 2 uur lang die toets laten maken. En dan pas zeg je van, hey, je moet betalen. Het was namelijk een gratis IQ-test. De test was zeer zeker gratis, maar de uitslag van de test, die is minder gratis. Dit is echt een munt die ik voorheen heel vaak miste. Maar hey, kijk eens aan. Hatseflats, de laatste. Dus ja, de meeste mensen die hebben al 2 uur van hun tijd erin gestopt. En denken ze, nou wil ik godverdomme weten wat mijn IQ is ook. En dan ja, betalen ze gewoon met een redelijke hoeveelheid tegenzin die €5. Ik had daar natuurlijk geen zin in. Mijn eer is groter dan de benieuwdheid van mijn IQ-score. Voor de rest, ik kwam bij die IQ-test omdat ik iemand anders zijn score zag delen. En die had 130. Dan denk ik, ja, tuurlijk. Jij wel. Het idee van de IQ-schaal is dat, ja, de meeste mensen liggen een beetje gemiddeld rond de 100. Dus 130 is echt heel erg veel. Ik denk dat 0,01% van de wereldbevolking zou een IQ van rond de 130 moeten hebben. Oftewel, wat ik denk dat er gebeurt is dat die IQ-test je gewoon een, ja, veel te hoge score geeft, zodat jij die score gaat delen, zodat weer meer mensen die IQ-test gaan maken. Dit is waarom IQ-testen kut zijn. Ze zijn niet betrouwbaar. RTL had ook wel zoiets, geloof ik. Een soort Nederlandse IQ-test ding, dat iedereen dan live kon kijken en dan kreeg je een score. Ook daar, iedereen die hun score deelde, had allemaal 110, 120, 130. Dan denk ik, ja, tuurlijk, de mensen die beneden de 100 komen, zullen waarschijnlijk ook wel minder trots hun score delen. Het is toch wat leuker als je een hoog IQ hebt, om te zeggen, jongens, ik heb de IQ-test gemaakt, het ging goed. Maar ik had toch het gevoel dat er dusdanig veel hoge scores uitkwamen, dat ze misschien gewoon de scores kunstmatig verhogen, zodat er meer gedeeld wordt, is weer gratis reclame. Alles is corrupt, iedereen kut, alles naar de tering. Door naar het volgende level. Ik hou er altijd heel erg van als het ene onderwerp totaal niks te maken heeft met het volgende onderwerp. En dat is precies wat we nu gaan doen. We gaan het namelijk hebben over de Amerikaanse dollar in Hawaii tijdens de Tweede Wereldoorlog na Pearl Harbor. Dat is redelijk specifiek. Maar ja, ik heb net heel lang zitten leren voor mijn geschiedenis. Dus een klein geschiedenisfeitje mag er natuurlijk ook wel weer bij. Verder wil ik eventjes vermelden dat die vuurbloem dit level echt veel, maar dan ook vele malen makkelijker maakt. Komt erop neer, Pearl Harbor, weet je wel, de bombardementen van een heleboel Japanners met vliegtuig op de Amerikaanse haven. Ik wist eigenlijk nooit echt waar Pearl Harbor lag. Ik wist zeer zeker dat het in Amerika was, aangezien dit was het moment waarop Amerika zei, hey, we gaan ons eventjes extra hard met de oorlog bemoeien. Ik vraag me nog steeds heel erg af waarom Japan dat nou eigenlijk deed. Ook heel erg op dezelfde manier. Waarom de fuck viel Nazi-Duitsland opeens Rusland aan? Weet je, ze hadden best wel een goed bondje met, yo, als jullie Polen binnenvallen, dan doen wij niks. Ging hartstikke goed voor de Duitsers. En opeens zeiden ze, yo, weet je wat, we willen de hele wereld. Ik denk dat ze toch beter eerst eventjes, ja, Engeland hadden kunnen verslaan of zo. Maar ja, is allemaal achteraf, hè. Ik wil Hitler niet allemaal tips geven of zo. Mogen die gast nog een tijdmachine hebben en heel erg houden van nieuw Super Mario Bros. Gameplay. Maar er zijn echt een paar keuzes gemaakt waarvan ik achteraf denk, ja, waarom zou je dat doen, gast? In ieder geval, nadat de Japanners Pearl Harbor hadden gebombardeerd en dus ja, officieel dikke fitty hadden met Amerika, was Amerika nogal bang dat Hawaii, het eiland, in Japanse handen zou vallen. En in Hawaii hadden ze ook een heleboel Amerikaans geld en ze wilden niet dat de Japanners dat Amerikaans geld zouden krijgen. Dus weet je wat ze deden? Ze maakten een soort tweede versie van hun eigen munt. Al het geld op Hawaii werd verzameld en eigenlijk, ja, vernietigd. En er werden nieuwe biljetten gemaakt die eigenlijk hetzelfde waren als een normale dollar. Maar op alle biljetten zat een soort stempel waarop stond Hawaii. Het idee was, een Hawaïaanse dollar die werkte nog steeds als een normale dollar. Maar zodra Hawaii bezet zou worden door de Japanners, zou ze gewoon zeggen, yo, vanaf nu is al het geld waarop Hawaii staat ongeldig. Om ervoor te zorgen dat Japanners niet aan hun geld zouden komen. Ik vond dat
best wel slim. En nu we het toch hebben over de Tweede Wereldoorlog, is het wel heel verleidelijk om een kleine parallel te trekken tussen corona en de Tweede Wereldoorlog. Een heel gevoelig onderwerp, wordt nooit echt gewaardeerd. Als je zegt van ja, onze vrijheden worden afgepakt. Als in ja, de Duitse bezetting van Nederland was natuurlijk een heel stuk heftiger. Vooral ook veel meer doden. Alhoewel ik geloof dat in Amerika ondertussen meer mensen zijn doodgegaan aan corona dan aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Misschien dat voor Nederland een klein stukje anders werkt, aangezien we hadden echt een gigantische hongerwinter. Maar het afpakken van je vrijheden was toch wel eventjes heel anders toen de Duitsers Nederland hadden bezet. Tenminste, als je het mij vraagt. Ik geloof dat we hier zo'n wolkje moeten jatten om omhoog te vliegen voor een munt. Het probleem is alleen, ik heb die gast van het wolkje best wel hard gedood. Gelukkig is hij er weer. Yo, gamer! Hoppa! Kijk eens aan. Wat ik in ieder geval wilde zeggen over corona en de Tweede Wereldoorlog is dat er toch wel een aantal redelijk interessante parallellen zijn. Voornamelijk dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een heleboel dingen zijn gebeurd die nog nooit eerder zijn gebeurd. En dat nu eigenlijk, omdat we in een soort andere vorm van crisis zitten, weer een heleboel dingen gebeuren die nog nooit eerder zijn gebeurd. Bijvoorbeeld, tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle eindexamens afgelast. Weet je, de middelbare school eindexamens. Toen deden ze niet gewoon, yo, we pakken gewoon het cijfer van je schoolexamen. Als je daar aan voldoende staat, dan haal je het. Nee. Iedereen kreeg na de Tweede Wereldoorlog zijn middelbare schooldiploma. Behalve als gevonden werd door het schoolbestuur dat je tijdens de bezetting van Duitsland niet had gehandeld als ja, een goede Nederlander. Als je ouders flinke aanwezige NSB'ers waren, dan kreeg je geen middelbare schooldiploma. Ik heb geen idee wat voor carrière je dan had. Alhoewel vroeger kreeg voor mij sowieso ook zonder middelbare schooldiploma nog wel redelijk goed een baan. Dus voor mij valt er niet heel veel te klagen. Een ander dingetje wat je vooral hebt gezien tijdens zowel de Tweede Wereldoorlog als corona is een avondklok. Hè? En wat ik ook wel interessant vond, in de gehele geschiedenis van de Olympische Spelen is het 6 keer niet doorgegaan. Waarvan 5 keer vanwege de Eerste en Tweede Wereldoorlog en nog 1 gehele keer vanwege corona. Nou, dat waren de parallellen die ik kon trekken. Voor de rest probeer ik er niks mee te zeggen. Ik vond het gewoon interessant. We leven best wel een bijzondere tijd, weet je. Ik heb er best wel bij stilgestaan dat toen die avondklok eenmaal afliep, dat het waarschijnlijk de enige keer ooit is in mijn hele leven dat het verboden zou zijn om na een bepaalde tijdstip buiten te zijn. In principe best wel iets bijzonders. Niet per se cool om bij je kleinkinderen te flexen van ja, ik mocht een keer niet naar buiten, want dan kreeg ik 95 euro boete. Het is niet per se cool of zo, maar het is wel toch een klein stukje geschiedenis. Ik had toevallig laatst een beetje die discussie met mensen op stream van ja, over 100 jaar bijvoorbeeld, wat is nou echt nog belangrijk aan deze periode? Is er sowieso iets aan de huidige coronapandemie wat echt de geschiedenisboeken ingaat? Ik denk in principe niet echt, vooral omdat er niet heel veel verandert. Uiteindelijk als je terugkijkt in de tijd wil je vooral kijken naar wat zijn nou echt de grote veranderingen. En in principe is er ook weer niet zoveel veranderd. Tuurlijk, ze gaan het wel opnoemen of zo, maar het is niet per se zo'n ding van oeh, je moet dit jaartal kennen, want wanneer was de coronapandemie? Ik denk dat het allemaal wel reuze mee zal vallen. Ik heb nou niet echt het idee alsof je heel veel leert over bijvoorbeeld de Spaanse griep op de middelbare school. Terwijl dat is echt wel een beetje een vergelijkbare situatie. Alhoewel, toen werden er vooral gewoon minder maatregelen genomen. Meer mensen gingen gewoon dood. Er was helemaal geen discussie over een avondklok of mondkapjes. Nee. Het was gewoon, balen man dat deze griep er is. Jammer dat iedereen doodgaat. En vooral jammer dat we er niet zoveel aan kunnen doen. Ja toch? Hoe ga ik dit doen? Niet op deze manier, denk ik. Ja, kan dat? Nee, dat kan zeker niet. Maar hoe moet ik er dan komen? Oh, oké. Toch nog een soort van een puzzeltje opgelost. Tweede munt is voor mij. Ik denk niet per se dat er echt heel veel in gaat staan. Ik ben vooral benieuwd wat er in het algemeen gezegd gaat worden over de 21ste eeuw. Ik denk dat er voornamelijk gewoon heel veel gepraat gaat worden over de invloed van dingen zoals social media. Hoe ja, toch wel nog meer arbeid heel erg veranderd is. Dat ja, vrij weinig mensen zitten echt in de primaire sector. Ik ken vrij weinig boeren en mijnbouwers, weet je. De meeste mensen werken of voor een gigantisch groot bedrijf of die doen zelf een beetje wat of zo. Ik denk dat dat best wel een hele grote verandering is. Ik heb geen idee, joh. Ik ben geen historicus. Ik heb net aan mijn VWO-eindexamen gehaald. Laten we niet te stoer proberen te doen hier. Maar ik heb nog wel eventjes een compleet ander onderwerpje. Ik wil je namelijk een leuke vraag stellen. Je mag eventjes in de reacties een, jouw antwoord op de vraag achterlaten. Voor hoeveel geld zou jij beginnen met roken? Stel je moet een pakje per dag roken. Dat pakje krijg je dan helemaal gratis van mij. Je persoonlijke ziektesdealer. Voor hoeveel geld zou je dat doen? Voor hoeveel geld zou jij bereid zijn om jezelf een lagere longcapaciteit te geven? Een slechtere conditie? Waarschijnlijk een hele hoge kans op een hele hoop jaar eerder doodgaan aan longgerelateerde ziekte. Voor hoeveel geld zou je dat doen? Hoeveel geld is jouw gezondheid je nou echt waard? Wat ik heel erg merk is dat ik door op die manier een beetje over roken na te denken, ik wat
extra plezier haal uit het feit dat ik het niet doe of zo. Dat het voor mij ook echt waarde heeft om het niet te doen. Hey, roken kost al sowieso heel veel geld en heeft al heel veel nadelen. Maar zelfs al zou je me betalen om het te doen, dan moet je me echt heel veel betalen, want anders zou ik het nog steeds niet doen of zo. Dat was een beetje een raar verhaal, maar ik ben in ieder geval heel benieuwd met wat voor bedragen mensen in de chat komen aanwandelen. Oh shit, ik moet voor mij wel die kant op daar zo. Misschien een klein beetje onhandig dit. En voor de rest kan er wel een klein beetje daadwerkelijk terugkomen bij... Hoe haal ik die jump? Kan er wel een klein beetje terugkomen bij geschiedenis? Ik heb namelijk dus als voorbereiding op mijn eindexamen heel veel Jort geschiedenis gekeken. Hartstikke mooi. Oké. Ik heb echt heel veel geprobeerd, maar het lukt gewoon echt niet. Dus we gaan met de staart tussen onze beentjes weg met één muntje minder. Doe je helemaal niks aan. In ieder geval, wat ik wilde zeggen is, ik heb op een gegeven moment heel veel motherfucking Jort geschiedenis gekeken. Vooral geluisterd dus, om geschiedenis te leren. En dat deed ik voornamelijk ook gewoon heel erg vaak op twee keer snelheid. Toch een beetje die efficiëntie, een klein beetje boosten ofzo, toch? Waar de fuck kom ik nu allemaal uit? Moet ik dan toch daarboven wezen of zo? Wacht eventjes, hoor. We gaan er eventjes heel gauw heen. Die knop daar, ja. En dan is hier het einde van het level. Denk ik. Of ben ik nou echt helemaal verdwaald? Ja, ik ben helemaal verdwaald. Dit is een soort van raar, optioneel einde. Ah joh, boeien. Wat ik in ieder geval wilde zeggen is... ik heb laatst een keer gehoord hoe sommige blinde mensen... luisteren. Als die bijvoorbeeld een boek lezen, dan willen ze dat in principe niet doen op audioboek geluidsniveau, waar gewoon op een normaal tempo gepraat wordt. In principe wil je gewoon zo snel mogelijk die informatie naar binnen rammen. En hoe ze dat dus doen, heel veel mensen die... ik wil toch trouwens even het normale einde pakken, denk ik. Laten we even eens gaan we hier het winkeltje kopen. Misschien kan ik daar een schildpadden-itempie krijgen. En met het schildpadden-itempie kan ik die ene munt even pakken die ik heb gemist. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Oké. Rollen maar. Boom. Easy. Die had ik even nodig. Even terug naar die andere wereld. We kunnen in principe ook gewoon door naar dat waterlevel daar. Maar dan komen we bij dat kanon uit. En dan gaan we opeens naar een compleet andere wereld. Terwijl ja, ik denk dat de eerste paar werelden, die hebben de meeste mensen gespeeld. Ik heb geen idee of jij vroeger deze game sowieso gespeeld hebt. En helemaal of je hem hebt uitgespeeld. Ik dacht, laat ik gewoon wereld 2 afmaken. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar dit kanonje heen stuurt. Maar mogelijk is het echt in één keer naar wereld 5 of zo. We kunnen het even checken. Maar ik ga eerst even gauw die ene munt halen. Want ik heb helemaal de moeite gedaan om dat blauwe schild mee te nemen. Dus ik ga eerst dat even doen. Oké. Het moment van de waarheid. Als het goed is, kan ik op deze manier... hoe werkt dit item ook alweer? Oké, ik zit nu in stuitermodus. Maar is dit een klein beetje wat je nodig hebt? Ja. Hey, woe! Die ene teringmunt. Eindelijk. Ik stuiter wel gewoon even door de rest van het level heen op deze manier. Werkt best wel prima dit. hier ben ik nog niet geweest. Ik snap soort van wat ik moet doen, oké. In ieder geval wat ik wilde zeggen. Ik heb een stukje audio gehoord van iemand die dus blind is. Die luistert naar een soort tekst die jij eigenlijk zou willen lezen. Snel, joh! Snel! Ik merkte sowieso dat toen ik dus de Jort geschiedenisvideo's ging luisteren, dat ik een beetje begon op de 1.25, 1.5. En dat je jezelf een beetje moet trainen om die twee keer snelheid echt een beetje nog volledig te begrijpen. Vooral als er nog wat denkstappen in zitten en je moet luisteren. En als je dat dus je hele leven doet, op een gegeven moment kun je gewoon die 5 keer snelheid rocken, ja toch? Dan is je brein gewoon getraind op gewoon heel snel luisteren. Dat is cool, vond ik in ieder geval. Verder heb ik nog wel een leuke inschattingsvraag voor jou. Het gaat niet over roken. Hoeveel gigabyte aan data denk je dat het jou kost? Hé, wat de fuck is dit nou weer dan? De gamer herkent gewoon, nee bro, het schild is beter. Nou, voor een waterlevel ben ik toch zelf echt veel meer fan. Oh, het is zo'n waterlevel. Alsnog, geef me gewoon die vuurbloem. Dus ik moet eigenlijk eventjes gewond raken. En dan handmatig zelf die vuurbloem gaan activeren. Nou, vooruit dan maar. In ieder geval... Hoeveel MB is een YouTube video van, laten we zeggen, een uur lang voor het gemak? Als je hem kijkt in de beeldkwaliteit 1080p. Dat is de maximale beeldkwaliteit waar ik mijn video's in upload. Ik upload ze soms ook nog wel eens in 1080p, 60fps. Dan zou je zeggen dat de hoeveelheid data die je gebruikt het dubbele is. En dan kom je naar mijn mening op een best wel hoog getal uit, hoor. Deze video kijken... 60fps, 1080p, 3 gehele gigabytes. Oftewel, het vriendelijke verzoekje om te checken of je dit kijkt op je wifi en niet op je data. Alhoewel,
Voor mij zijn die tijden alweer een klein beetje voorbij, toch? Dat mensen nog een abonnement hebben van 2 gigabyte en dat je één keer per ongeluk een YouTube-video zoals deze kijkt en dat je dan ja ongeveer financieel failliet bent, omdat... Het is echt bizar hoeveel geld telebedrijven vroegen als je, zeg maar, MB's over je bundel heen ging. Nee, dan moet je maar meer MB's kopen, meneer. Ik had dus ooit een keer per ongeluk Pokémon Go flink over mijn bundel zitten spelen, waardoor ik in één keer iets van, nou, ik geloof 600 MB... Nee! Over mijn bundel was en het kostte me toen €300 of zo. Echt bizar, want het kost die bedrijven helemaal niks. Maar vandaag de dag hebben de meeste mensen natuurlijk gewoon een of ander onbeperkt data abonnement. Tenminste, dat hoop ik voor je. Want zo bijzonder duur zijn die abonnementen in ieder geval niet echt. Dus voor de kosten hoef je het niet heel erg te doen. Maar wat ik vooral heel interessant vond is om te leren dat die data ook heel duur is voor bedrijven. Als jij een YouTube-video kijkt zoals deze van 3 gigabyte, dan moet jij natuurlijk 3 gigabyte downloaden. Maar YouTube moet ook 3 gigabyte uploaden. Misschien denk je, ja maar Rick, jij hebt de video toch al geüpload naar YouTube? Dat is zeer zeker waar, maar die YouTube-server moet vervolgens weer de video naar jouw apparaat toesturen. Of het nou je computer is of je mobiele telefoon. In principe wordt die video de hele tijd dus gestreamd vanuit YouTube. Zij moeten ook die 3 gigabyte uploaden. En dat is een duur grapje hoor. Het zou ongeveer €14 zijn moeten kosten voor YouTube om deze video naar jou te uploaden. Tenminste, ik vond deze getallen voor Twitch. Misschien dat het bij YouTube net iets anders ligt, omdat zij meer eigen datacenters. Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar het schijnt in ieder geval flink veel geld te kosten. Bij Twitch hadden ze het over €14 per uur dat iemand de stream kijkt in de hoogste kwaliteit. En dit is vooral het ding, de hoeveelheid data die je downloadt en die YouTube dus moet uploaden, scheelt zo erg afhankelijk van de ingestelde beeldkwaliteit. Als jij deze video kijkt niet in 1080p, dat was dus 1,5 gigabyte, oh dit is wel handig, maar kijkt in 480p, dan is het nog maar een kwart gigabyte. Oftewel, het is 6 keer zoveel data als je hem kijkt in 1080p. En daarom zet YouTube zo vaak automatisch mijn kwaliteit terug op 360. Vind ik zo irritant. Heel vaak ben ik een video aan het kijken en denk ik opeens, oh, wat is het korrelig. Heeft YouTube eventjes speciaal voor mij automatisch ingesteld dat ik de video graag wil kijken in de meest lelijk beschikbare beeldkwaliteit. Want dat scheelt YouTube een hele hoop geld. Sommige mensen boeit die hele beeldkwaliteit vrij weinig en die merken het niet eens als ze in één keer teruggeschaald worden van 1080p naar 360p. Die slikken dat gewoon. Dus weet je, als YouTube zijnde moet je het gewoon proberen. Ik merk dat trouwens op heel veel platformen. Of het nou Pornhub is of Twitch, ze zullen altijd proberen jou een zo laag mogelijke beeldkwaliteit voor te schotelen. Wat me dan wel afvraag is waarom YouTube steeds hogere beeldkwaliteiten ondersteunt. Enzo Knol uploadt ondertussen geloof ik standaard zijn vlogs in 4K. En misschien zelfs in motherfucking 6K. Ik wist niet eens dat het kon, maar die Enzo man doet het gewoon. Nu zou ik deze video zeer zeker ook in 4K kunnen renderen en uploaden. Het enige ding is, ik denk dat je er vrij weinig van gaat merken. Ik speel een game met ja, niet hele goede graphics. Ik kan hem renderen in 4K. Waarschijnlijk kost het je ook meer data om het vervolgens te kijken. Maar het zal er waarschijnlijk niet heel erg veel, oh shit, scherper uit gaan zien. Dus weet je wat? Ik bespaar je alvast even de moeite. Voor nu is 1080p wat mij betreft dikke vette prima. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Het is altijd best wel een klein beetje een hoop gezeik met die bal. Ik wil voornamelijk dat bloemetje even bewaren tot het einde van het level. Ik zal die tijd gewoon even proberen om niet geraakt te worden. Einde van het level is ook al redelijk in zicht. Ja, dat gaat wel soort van lekker. Dat is dan toch weer een hele kleine tegenslag. Is het nou wel de grote bossfight zo meteen al? Oh ja, ik kan natuurlijk dat ding gebruiken. Ja, ja, oké. We kunnen hier namelijk een speciale afsnijroute pakken. En dan komen we in één keer uit niet bij wereld 3, maar bij wereld 4. Dat gaat de bossfight echt een heel stukje moeilijker maken. Maar stiekem is het toch eventjes leuk om het een klein beetje te proberen. Dan moet je namelijk deze pakken, de Tiny Shroom. En daarmee de complete bossfight halen. Ik kan je vertellen, het maakt het echt een heel stuk kutter. Maar je vindt wel de derde munt. Dus hey, ieder nadeel heb zo zijn voordeel. Weet je wat? Het is in ieder geval leuk voor de video. En als het niet lukt, dan ja, probeer ik het wel gewoon weer op de normale manier. Ik had het net een klein beetje over hoe groot een YouTube video nou precies is. Ik had laatst een hele leuke YouTube video gekeken over zo klein mogelijke films. En er waren 2 guys. Die hadden op het YouTube kanaal David John Random. Dat is echt een topkanaal. Die gasten die gingen proberen een complete speelfilm te uploaden op Magister. Weet je wel, die middelbare schoolsoftware voor je cijfers. En wat ze gingen doen is proberen een film zo te comprimeren. Gewoon de hoeveelheid pixels zo klein te maken. Op een gegeven moment kwamen ze bij 8 bij 8 pixels.
En dan 2 fps of zo. Het ding is namelijk vooral dat Magister accepteert files tot maximale grootte. Fuck! Van 2 MB. Dus een complete speelfilm zo klein krijgen als 2 MB. Dat is een fuck! Complete moeilijke opgave. Het is vooral heel kut dat je niet weet hoe groot die gast gaat zijn als hij de grond uitknalt. Dus soms dan spring je gewoon vol zelfvertrouwen naar de kant waar die rook vandaan komt. Dan is hij in één keer gigantisch. En als je zo klein bent kun je maar 1 damage nemen voordat je dood bent. Dus we hebben in ieder geval vast 1 hit. Kut! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Mijn kontje. Oké, de volgende keer is hij sowieso kleiner. Yes! Fuck! Ik probeer de mol te mappen, maar de mol is heel snel. Fuck. Oké, hierna zal hij waarschijnlijk alweer een heel stuk groter zijn. Dus sowieso ontwijken. Oké, volgende keer moet ik hem gewoon pakken. Harder, sneller, dikker, vetter. Oké, nog eentje. Oh, ik kan hem nu gewoon pakken. Nou, letterlijk in de eerste poging en 3 munten. Ik heb dit level wel gewoon eventjes de sterren van de hemel gespeeld. Nou moet je je wel af gaan vragen, is het eigenlijk wel leuk om naar wereld 4 te gaan? Is wereld 3 niet veel leuker? Ik weet niet, welke van de twee is de ijswereld? Dat is mijn voornaamste vraag. Fuck de ijswereld. Of is dat wereld 5? Oh, wereld 4 is een bos met heel veel gif. Nee, dat is helemaal prima. Dat vind ik helemaal top. Ik heb zojuist besloten te gaan voor een iets andere strategie. In plaats van de focus te leggen op het pakken van de 3 munten, wil ik gewoon voornamelijk de levels zo snel mogelijk afmaken. Ik zei, vergeet dat ik nog steeds in mini-vorm zit. Dat is niet heel erg handig, maar we blijven er gewoon lekker doorheen persen. Het zou wel leuk zijn als ik aan het einde van deze XL gameplay nog wat, wat verder in de game kan komen. Gewoon lekker gas erop. Ga met die banaan. Ondertussen heb ik nog wel een klein leuk feitje. Of nou ja, het is meer gewoon een klein geinig verhaaltje. En het is misschien eigenlijk niet eens geinig. Maar misschien vind je het interessant en daar moet je het maar mee doen. Het gaat namelijk over wat ze noemen de hot tub meta. Als het goed is het voor jou geen geheim dat ik wel eens wil streamen op streamingplatform Twitch. En daar is momenteel nogal veel herres. Voornamelijk rondom zwembaden. Ja, het is een raar verhaal, maar dat is ook de reden waarom ik het een klein beetje aanhaal. Het komt erop neer dat oorspronkelijk mocht je op Twitch niet streamen zonder shirt. Zelfs niet als man. Toch wel gewoon een klein beetje fijn om wat gelijk te trekken, weet je wel. Niet alleen wanneer een vrouw topless is dat sexy. Maar mannentepels, dat zijn ook gewoon tepels of zo. Toch een soort van poging tot gelijktrekking. Dus je mag niet streamen zonder shirt. Maar dan op een gegeven moment hebben ze gezegd, oké, maar als jij wil streamen vanuit het zwembad in je tuin of vanuit het strand, ja, is het soort van wel logisch dat je geen shirt aan hebt. En daar werd heel snel misbruik van gemaakt door vrouwen die een heel klein kinderzwembadje op hun kamer gingen zetten. En vervolgens, ja, op die manier toch nog gewoon een klein beetje konden streamen in zo min mogelijk kleren. Ik heb letterlijk een paar dagen geleden een van die streamers Minecraft zien spelen in haar bikini. Ook een hele kleine bikini. In haar bikini Minecraft spelen vanuit een fucking zwembadje. Momenteel komt het erop neer dat heel veel mensen daar niet heel erg tevreden over zijn. Ze willen niet dat Twitch een soort porno platform wordt en je moet toch ergens een grens trekken, maar qua regels is het gewoon niet te doen. Of je moet zeggen, joh, niemand mag meer streamen op het strand en in je zwembad. Of het mag allemaal, weet je. Het is heel moeilijk om in de regels te zetten. Joh, je mag niet een klein kinderbadje op je kamer zetten, daarin gaan zitten en dan Minecraft spelen. Het is heel duidelijk niet de bedoeling, maar ja, het is heel moeilijk om het in de regels dicht te timmeren. Dus ik neem het Twitch niet heel erg kwalijk dat ze niet heel erg veel actie ondernemen. Maar wat momenteel wel gebeurt is dat een aantal van die kanalen van vrouwen die, ja, toch een soort soft porn aan het verkopen zijn, dat die kanalen geen reclames meer krijgen. Ze zijn eigenlijk gewoon een beetje, ja, in YouTube-stijl gedemonetized. Oh, dit is onhandig. Ik kan gewoon niet verder. Wat ik hierin vooral heel interessant vond is hoe fucking veel reclameinkomsten die vrouw voorheen kreeg. Ze heeft, denk ik, nou, misschien 10 keer zoveel kijkers als ik op Twitch. Qua kijktijd en zo. Dat is best veel hoor. 10 keer zoveel is niet niks. Maar zij verdiende $40.000 aan reclames in de maand. Ik verdien momenteel ongeveer $100 aan reclames in de maand op Twitch. Het is echt bizar hoe weinig ik verdien aan reclames eigenlijk. Voor de rest trouwens, nu we het toch een klein beetje over Twitch hebben. Vandaag kwam ik bij een soort internetdiscussie mezelf tegen. Dat was best interessant. Het ging namelijk over een man die was leraar. Die zei, yo, ik ben leraar. Ik wil graag op Twitch streamen. Hebben mensen tips? En toen begon opeens een hele discussie over mij. Van, nou ja, ik ken een of andere Twitch streamer. En die is ontslagen van zijn stage. Vanwege dit en dit en dat. En er waren aannames.
kwamen ze, mensen die me gingen verdedigen. Mensen zeiden, ja, hij zei allemaal dingen die te ver gingen. Hij had al meerdere waarschuwingen gehad. En andere mensen zeiden, nee, dat is niet waar. Hij heeft nooit een waarschuwing gehad. Het was heel grappig om in één keer zo mijn eigen naam voorbij te zien komen. En echt een hele discussie die eruit voorvloeit. Dat ik gewoon ergens nog heel droog eventjes gewoon mijn mening erbij had. Zeggen van, zo. Nou ja, dat in ieder geval. Kijk eens aan. Toch nog het allereerste onderwaterlevel. Yes! Voor als het nog niet duidelijk was, ik heb echt een moeilijke mokerhekel aan de nieuwe Super Mario Bros. Onderwater levels. Vindt er echt geen ene bal aan. Voor de rest is het ook nog eens een level met verplichte sidescrolling. Oftewel, normaal gesproken loop je op je eigen tempootje van links naar rechts. Maar hier beweegt het scherm en moet jij daar maar een klein beetje in blijven. Dat zorgt er vooral voor dat sommige dingen, zoals dit soort munten, zorgen voor nogal wat tijdstress. Je moet er heel gauw bij blijven. En als je daar dat hoekje blijft zitten, word je gewoon geplet. Ga je gewoon keihard dood. Maar tot nu toe gaat het soort van goed. Terwijl ik hier aan het struggelen ben. Nee! Wil ik jou nog wel een klein dingetje vertellen over Ux? Weet je nog? Die schoenen? Ik neem aan dat je wel weet wat voor schoenen dat zijn. Ik heb geen idee of die dingen vandaag de dag nog populair zijn. Ik heb ze zelf nooit gehad. Het was altijd een beetje zo'n schoen die iedereen dan heel erg lelijk vond. Maar tegelijkertijd was het mij ook weer een beetje een statussymbool. Want voor mij zijn die Ux niet heel erg goedkoop. Als je er conceptueel naar kijkt, lijkt het me hele fijne schoenen. Want het zijn een soort lelijke laarzen, maar de binnenkant is dan schapenwol. Waardoor je gewoon altijd hele lekkere warme voetjes hebt, volgens mij. En het ding is voornamelijk dat er was op een gegeven moment een rechtszaak rondom het woord Ugg. Niet zozeer rondom copyright, maar meer trademark. Mogen andere mensen die ook schoenen maken met zo'n fijne binnenkant van schapenwol, mogen die het woord Ugg gebruiken om hun schoenen te beschrijven? Want Ugg is natuurlijk ook de naam van een specifiek soort geitenwolle merkschoentjes. Nou is het ding namelijk dat voordat Ugg een merk was, of dus een getrademarkte naam, was het idee van een geitenwolle schoen sowieso al dat die de naam Ugg hadden. Dus op een gegeven moment was er een rechtszaak en toen zeiden de mensen die zeiden van, yo, wij mogen het gewoon het woord Ugg gebruiken. Het is niet van jullie. Die zeiden, yo, kijk eens in het woordenboek. Als je in het woordenboek kijkt, staat er letterlijk gewoon Ugg. Geitenwolle schoentje. En wat Ugg toen gedaan heeft, het bedrijf, is de definitie in het woordenboek laten veranderen. Waardoor het refereerde naar hun merknaam. En op die manier hebben ze geprobeerd de rechtszaak te winnen. En of ze nou daadwerkelijk gewonnen hebben, dat ben ik even vergeten. Dus dat moet je zelf maar opzoeken. Jeetje, we zijn alweer bij het halverwege punt van deze wereld. Laten we eerst even gaan een paar itempjes opscoopen. Ik heb ook gewoon al 3 levels gedaan. Gaat daadwerkelijk best wel hard. Dat vorige feitje was misschien een klein beetje half afgemaakt. Sorry daarvoor. Volgende feitje krijg je wel. Hartstikke helemaal compleet. Het gaat om wetenschappelijke voorspellingen uit het jaar 1949. Ze vroegen mensen in 1949, wat denken jullie dat er over 50 jaar allemaal wel en niet bestaat? En de resultaten die eruit gekomen zijn, vind ik persoonlijk best wel grappig, want ze zitten er heel erg naast. Zo dacht in 1949 88% van de mensen dat in 1999, 50 jaar later, kanker genezen zou zijn. Zo'n 64% geloofde wel dat er vliegtuigen zouden zijn die zouden vliegen op kernenergie. En zo'n 15% geloofde toen de tijd dat de maanlanding plaatsgevonden zou hebben tegen 1999. Het grappige is dus dat de 15% die is daadwerkelijk uitgekomen. En de veel hogere kansen die zijn niet uitgekomen. Nu moet ik er wel bij zeggen dat het halen van de maanlanding waarschijnlijk ook wel heel erg komt vanwege de Koude Oorlog en de daaruit voortvloeiende Space Race. Ik ben benieuwd, stel we zouden niet zo'n grote piswedstrijd hebben gehad met Rusland. Hoeveel jaar later zouden we dan inderdaad op de maan geland zijn? Zouden we dan nu überhaupt een keer op de maan geland zijn? En nu we toch een beetje voortkijken naar de toekomst, wanneer gaat Elon Musk nou een keer daadwerkelijk mensen naar Mars sturen? Want die man heeft hele grote praatjes, maar het schiet voor geen ene flikker op, Elon. Zet even mensen op Mars in plaats van de hele tijd stoer te doen. Man zegt nu ook dat hij een Dogecoin op de maan gaat leggen. Hey. Eerst zien dan geloven. Man heeft verschrikkelijk veel praatjes in ieder geval. Even kijken. Van gouden munten schiet er momenteel vrij weinig op, maar ik ontwijk nog steeds met redelijke kleine hoeveelheden succes het. De lava die van beneden naar boven stroomt. De lava is zelfs redelijk buiten beeld momenteel. We kunnen even gauw deze kant op. Het is een beetje een omroute. Kost nogal wat tijd, maar... Shit. Oh, Mario, wat doe je? Of nou ja, wat doe ik zelf? Dat was gewoon heel zonde. Ik was zo goed op weg. Ik weiger die vuurbloem hier te gebruiken, want ja, normaal gesproken is hij super handig, maar je hebt er vrij weinig aan als je alleen maar aan het klimmen en klauteren bent. Grote voordeel is dat ik deze keer gewoon zelf heel klein ben. Dus het naar links en rechts gaan gaat net een klein stukje makkelijker. Kijk eens aan, nog een beetje motivatie om mijn best te doen. Eens even kijken. Is hier het einde alweer? Nou, wat goed.
gooien we hier even je schouw die vuurbloem aan. Alhoewel, ik durf met redelijke zekerheid te zeggen... Oh, fuck, dat ik deze bossfight ook kan halen zonder die stomme vuurbloem hier. Ik haal het gewoon in één keer, deze bossfights zijn... Oeh, ik dacht even dat hij dat niet zou doen. Deze bossfights zijn over het algemeen niet heel moeilijk. Je moet gewoon die eventjes terug, bonjour, kijk eens aan. Oh, en dan moet ik nog op zijn dikke buikje springen. Kijk eens aan. Nou, dit kan ik prima zonder die vuurbloem, joh. Laat het een klein beetje doen zoals de mensen van Nintendo bedoeld hebben dat je deze game dient te spelen. Terugsmijten dat ding. Buikie. En dan nog eventjes voor de derde keer. Was dat hem al? Nou, jeetje. Geef me een echte uitdaging, jongens. Het gaat helemaal nergens over. Doei, doei. Rob maar lekker op. Dag. Voordat ik was begonnen met de opname van deze video, had ik een klein beetje zitten kijken naar mijn oude YouTube-serie. Ik heb de game namelijk volledig uitgespeeld op YouTube. Zo'n 4 jaar geleden met precies dezelfde overlay als die ik momenteel gebruik. Dus dat is wel weer heel, fijn, nostalgisch dat ik dat gewoon netjes heb bewaard ofzo. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt. Wat me vooral opviel is hoe kut die video's zijn. Jezus Christus. Dus ja, als je nog meer gameplay wil van deze game, je zou die hele oude serie kunnen terugkijken, maar ik vind het persoonlijk nou niet echt de moeite waard. Wat vooral denk ik een heel groot verschil is... Oh, fuck. Nou, de gameplay is vast niet slechter geworden. Wat vooral een heel groot verschil is dat vroeger... Woehoe! Deed ik heel vaak gewoon aan het begin van een video had ik ongeveer, 1 of 2 onderwerpen. En daar ging dan gewoon de volledige... KAK! De volledige video mee vol lullen. En dat kan gewoon niet. Voor mij is een van de video's letterlijk gewoon een video waarin mijn hoofdpunt is... Ja, sommige mensen zeggen het als je maar gelooft kan alles... maar je hebt geen controle over of je ouders rijk worden. De enige manier waarop je rijke ouders kan hebben is of je ouders moeten al rijk zijn... of je moet zelf heel rijk worden. Ik weet niet of dat kan lukken als je er maar in gelooft. Misschien. Als je maar hard genoeg bereid bent om criminele dingen te doen... waar je ook nog eens vrij weinig skill voor nodig hebt, zoals nou... Hoi! Bijvoorbeeld, drugs koerieren met de auto naar Frankrijk of zo. Weet je, als je maar echt graag genoeg rijk wilt worden. En bereid bent een celstraf te koppen. En die vervolgens gewoon even met een klein beetje geluk niet pakt. Kan denk ik iedereen wel. Godverdomme. Letterlijk precies hetzelfde. Ik heb die schilder nodig. Om dit trucje te doen. Zodat ik hierheen kan. En dan hopelijk. Hoop ik deze keer niet doodgaan. Eerst even heel netjes die weggooien. Ja. Terug omhoog. En dan hier ergens eventjes heel gauw een checkpoint pakken. Want ik begin een klein beetje bang te worden van dit level. Oké, hier kunnen we een soort van... Nee! Tering! Maar ik wil ook weer niet te veel haten op mijn video's van vroeger. Mijn voornaamste vraag is denk toch waarom ik zo aan het schreeuwen ben of zo. Voorheen had ik heel erg het gevoel alsof mijn punt beter binnen zou komen. Als ik gewoon de hele video lang aan het schreeuwen ben. En toen dacht ik op een gegeven moment ook al, waarom ga ik niet gewoon op een normaal volume praten? Dat is nu toch wel iets meer wat ik in de video's die ik momenteel maak doe. Iets tering tyfus kutspel! Iets normaler stemvolume, weet je? Waarom niet? Mensen vinden het blijkbaar helemaal niet chill als je de hele tijd aan het schreeuwen bent. Nee, is niet per se een soort toegevoegde luxe. Van nou, ik heb me toch een leuke YouTuber gevonden? Oh ja? Nou, vertel. Nou, hij schreeuwt dus echt heel veel. Nou, ik ben verkocht in ieder geval. Wat ik voor de rest best wel merk de laatste tijd is dat ik gewoon alle leuke feitjes ooit... al een keer verteld heb. Echt een super, tragisch verhaal eigenlijk. Dan kom ik weer een feitje tegen van, de oudste mossel ter wereld was meer dan 500 jaar. En daar kwamen onderzoekers achter toen ze een willekeurige mossel vonden, hem opensneden om onderzoek te doen, en erachter kwamen dat ze per ongeluk de oudste mossel ooit hadden vermoord. Dat is een leuk feitje. Maar ik heb hem al een keer verteld. Zo werden de eerste kunstgebitten gemaakt van de slachtoffers van de Slag om Waterloo. Je weet wel, die van Napoleon. Hartstikke interessant, maar ik heb het al een keer verteld. Ik maak mijn video's toch een beetje met het idee dat er één of andere gast is, echt die hardcore dude of dude in, die gewoon al sinds video 1 alles kijkt en alles heeft onthouden. En speciaal voor die persoon, als ik dan zo'n feitje zie, denk ik, die kan ik niet nog een keer vertellen. Maar die oude nieuwe Super Mario Bros. Serie heeft stiekem toch nog wel een paar goede feitjes. Toch een paar waarvan ik denk, misschien moet ik ze bijna gewoon recyclen in een nieuwe video. Misschien moet ik het gewoon een keer proberen. Gewoon vol overtuiging een verhaal vertellen. Wat ik al een keer heb verteld. Gewoon om te kijken of er iemand is die zegt, yo, dat heb je al een keer gezegd. Voor hetzelfde geld dat er mensen zijn die wel zoiets hebben van, dat wist ik al, weet je. Je kan niet altijd nieuwe informatie presenteren, maar misschien wist je het via iets anders. Bijvoorbeeld in de nieuwe Super Mario Bros. Serie heb ik het over een heel interessante vliegtuigramp. Waar een aantal mensen heel lang vast kwamen te zitten en elkaars lichaam uiteindelijk hebben opgegeten. Meerdere gevallen van, een soort van verplicht cannibalisme en de bijbehorende rechtszaken. Hartstikke interessante dingen, naast dat het ook heel erg naar is. Dat zijn best wel onderwerpen waar ik voor mijn gevoel vandaag de dag een veel betere video over zou kunnen maken. Maar die video is in principe al een keer gemaakt of zo. Hele hoop gezeik. Even kijken. Ik heb geen idee of het momenteel de goede kant op gaat. Het idee van dit soort levels is echt dat het gewoon, voornamelijk gewoon één groot doolhof is. En dat is prima. Soms is een doolhof ook wel even leuk, maar
Normaal gesproken heb je natuurlijk ook zo'n progressiebalk, waardoor je kan zien of je er bijna bent. Die hele progressiebalk hebben ze gewoon, ja, voornamelijk voor de lol weggelaten. Dus je hebt geen idee hoe ver in het level je nou bent. Maar als je gewoon genoeg van die deuren induikt, dan kom je vanzelf een keer bij het einde. En als je dan vervolgens 0 gouden munten tegenkomt, dan boeit me dat eerlijk gezegd vrij weinig. Even kijken, er zal ergens alweer een knopje zijn om al die balkjes aan te flikkeren. Hartstikke mooi, die zit hier zo. Als dat spookje gewoon even zo'n klein beetje uit de weg blijft, ga ik lekker die kant op. Hé, hey, kijk eens aan. Hartstikke mooi meegenomen. Het enige ding wat een klein beetje onhandig is aan dit level is dat er volgens mij helemaal geen checkpoints zijn. Dus mocht ik zo meteen op zeer spijtige wijze toch opeens doodgaan, dan begint het hele level waarschijnlijk wel weer vanaf begins af aan. Oftewel, de enige strategie die we kunnen en zullen hebben is gewoon geen damage nemen of af en toe eventjes gauw wat extra itempies vinden. We kunnen gewoon eventjes... Ah, fuck it. Ik ga gewoon lekker deze kant op. Fuck die deur. Ik heb het gevoel alsof ik hiermee wel iets van een geheim einde pak. Geen idee. Ik heb in ieder geval alle gouden munten al voorbij zien komen. Dus ik wou net zeggen, het einde zal wel een keertje in de buurt zijn. Oh, ik heb gewoon het echte einde gevonden. Nou, ik ben oprecht een klein beetje onder de indruk. Ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar het is mij gelukt. Aangezien de onderwerpen hier toch een klein beetje beginnen op te raken. Omdat ik zo selectief ben met wat ik wil vertellen natuurlijk. Het is uiteindelijk alleen maar een soort resultaat wat komt bij kwaliteitscontrole. Ik denk dat het daarom voor mij ook heel moeilijk zou zijn om nu opeens te zeggen. Weet je wat, ik ga weer 2 keer per dag gameplay video's uploaden. Persoonlijk heb ik gewoon de lat voor mezelf net iets te hoog gelegd. Waardoor het ja oprecht best wel veel werk is om maar genoeg onderwerpjes te komen. Die ik echt leuk genoeg vind om een video mee te vullen. Ik heb nu liever een kortere video die wat interessanter is dan een wat langere video die ja... lang is, dat dan weer wel. Enige nadeel daarvan is dat ik oorspronkelijk heel erg enthousiast was over van die vies lange XXL gameplays. Dat ik gewoon zeg, yo, ik ga stiekem in het geheim een bepaalde game gewoon van begin tot einde 10 uur lang helemaal uitspelen. En dan opeens uit het niets upload ik gewoon een nieuwe XXL gameplay van 10 uur lang. Dat is nu best moeilijk geworden. Of je moet voornamelijk gewoon games spelen waar heel veel in gepraat wordt, heel veel story in zit. Dan hoef ik zelf niet alle praten te doen. Oeh, dit gaat net niet goed genoeg ontploffen, of wel dan? Is prima. Probeer het gewoon nog een keer met... Fuck. Deze guy. Ja, prima. Even wachten. Een pizza. In ieder geval, het leek me nog wel interessant om een klein beetje te praten over de geschiedenis. Of nou ja, geschiedenis. Het gaat eigenlijk ook grotendeels over wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt. Namelijk het concept moderne slavernij. Ik weet niet of je bekend bent met moderne slavernij. Het is een soort van slavernij. Dat hebben we ja best wel een tijdje geleden afgeschaft. Alhoewel, ik las net op Wikipedia. De laatste landen die slavernij hebben afgeschaft was in de jaren 80. Wat ik eerlijk gezegd ja, best wel laat vind of zo. Het is niet heel netjes naar mensen om ja... slaven te hebben. Ik vind het persoonlijk gewoon niet heel erg cool om te doen. Nou kan je het wel heel erg vinden dat er in 1980 nog steeds slaven waren, maar ik zal het je nog eens beter vertellen. In 2021 zijn er ook nog steeds slaven. Dat heet een moderne slavernij. Eigenlijk houdt in dat slavernij gewoon nog steeds keihard gaande is. Naar schatting zijn er wereldwijd zo'n 45 miljoen slaven, waarvan meer dan 50% in de top 5 beste slavenlanden. Onder andere India, China, je wil mensen in fabrieken en zo. Ze definiëren voornamelijk daar de definitie van moderne slavernij. Dat is voornamelijk een persoon die compleet in de macht staat van een onderpersoon via een soort van dwang. Dus wanneer je gewoon helemaal niks zelf mag bepalen, iemand anders bepaalt je hele leven voor je. En dan niet zo'n, hey papa, mag ik vanavond daar en daar spelen en bij dit vriendje blijven slapen? Maar ja, keihard in fabrieken werken, hele nare omstandigheden. Dat je bijvoorbeeld moet denken aan ja, wat China momenteel doet met de Oeigoeren. En dat doen we natuurlijk als wereld verrassend weinig bij. Ja, China is gewoon letterlijk mensen in kampen aan het gooien en maakt ze daar uiteindelijk ook gewoon dood. En als de rest van de wereld zijn, dan kijken we maar een klein beetje toe. Want ja, de belangen zijn te groot, hebben we geen zin om ruzie te zoeken met China. Dat deed me dus een beetje aan denken dat stel, Duitsland was nooit Polen binnengevallen. In principe was Duitsland al een tijdje bezig met het bouwen van de concentratiekampen. Oorspronkelijk eerst natuurlijk voor mensen met wie ze het politiek gezien niet eens waren. En toen langzamerhand steeds meer voor het ja, laten werken en uiteindelijk genocide plegen op onder andere de Joden. Stel, Duitsland was nooit Polen binnengevallen. De hele Tweede Wereldoorlog was niet begonnen. Dan was Duitsland waarschijnlijk gewoon jarenlang gewoon heel zakelijk doorgegaan met de concentratiekampen. En hadden wij als andere landen zoiets van ja, dat vinden we niet heel leuk van Duitsland. Maar ja, hè, wat moeten we dan doen? Oorlog, dat is eigenlijk een beetje de huidige situatie. Het is eigenlijk echt bizar hoe we... Nee! Zo erg terugkijken als iets verschrikkelijks naar de Tweede Wereldoorlog en de concentratiekampen van toen. Terwijl vandaag de dag hebben we gewoon concentratiekampen. Maar ja, wat gaan we er nou echt aan doen? Geen spullen meer uit China halen? Nee, dat klinkt wel eens heel veel moeite, of niet? Oké, deze keer eventjes ietsje beter opletten op dat punt. Hier krijg ik waarschijnlijk mijn welverdiende checkpoint vlag, want ik ben al redelijk over de helft van het level heen. Hé, waar is mijn checkpoint?
Kijk eens aan, daar is mijn checkpoint. In ieder geval, ja, je hebt er vrij weinig aan. Maar ik, Rick van Serpent Gameplay, wil bij deze even zeggen dat ik het niet heel cool vind wat er momenteel in China gebeurt met de Oeigoeren. We gaan er vrij weinig mee bereiken. Geen grootschalige verandering. Maar hey, ik keur het in ieder geval bij deze even officieel af. Nu de rest van de wereld nog. Voor de rest, ja. Ik heb ook wel vaker dat ik denk van, oeh, ik heb misschien wel zin om bepaalde, ja, bedrijven helemaal de tering in te schelden. Of bepaalde dingen, ja, echt op te komen voor mezelf. Ik denk dat heel veel andere influencers zich toch een beetje in proberen te houden. Want ja, vaak trap je ook gewoon jezelf voor de schenen, weet je wel. Ik ben nu ondertussen een klein beetje bezig met een video waarin ik alle supermarkten teringliers wil noemen. Die video komt waarschijnlijk over een paar dagen online. Mogen je heel erg benieuwd zijn waar dat allemaal over gaat. Alle supermarkten zijn allemaal kut. Fuck. Enige nadeel is dus wel dat ik daarna nooit meer een sponsorship kan krijgen van de Albert Heijn. Ik heb al een paar keer in mijn podcast gezegd en bij deze, als ik het op YouTube nog niet gezegd heb, Thuisbezorgd is echt een kutbedrijf. Ik vind het echt bullshit. Je moet even die video kijken van ik denk NOS op 3, hoe Thuisbezorgd een grote hap van jouw pizza neemt. Komt er gewoon op neer dat Thuisbezorgd is dusdanig belangrijk dat ieder restaurant moet op de Thuisbezorgd website staan. Anders dan kost het ze gewoon een heleboel bestellingen. Maar tegelijkertijd wil Thuisbezorgd een heel groot deel van het geld van die aankoop omdat je bij hun bestelt. Dus het enige wat ik voornamelijk zou willen zeggen als ik toch een verandering aan kan brengen in de wereld, mogen jij ooit... Hoe kun je zo slecht zijn in games? Mogen jij ooit iets willen bestellen bij bijvoorbeeld een lokale pizzeria? Altijd eventjes op Thuisbezorgd kijken welke restaurants er open zijn. En dan gewoon naar de website van de pizzeria zelf. Krijgen ze veel meer geld. Steun je lokale ondernemer. Thuisbezorgd heeft al genoeg geld. Enige nadeel is dus, ik kan nu dus nooit meer in mijn leven gesponsord worden door Thuisbezorgd. Want ik heb al gezegd dat ik het een teringbedrijf vind. Ach ja, als je niet uit durft te komen voor je mening omdat je misschien in de toekomst geld kan krijgen, ben je ook gewoon een slappe zak, hoor. Maar ja, Thuisbezorgd heeft wel een hoop marketingbudget, want ze stelen een heleboel geld van al die kleine restaurantjes. En dat geven ze dan aan mij om reclame voor ze te maken. Dus ja, Thuisbezorgd is als website heel goed om te zien wat er open is, maar daarna gewoon lekker daar bestellen. Hartstikke fijn. Waar gaan we het nu eens over hebben? Ik las afgelopen week een klein artikeltje in het AD over schaamte op de huizenmarkt. Dat was best wel interessant. Komt erop neer dat onze huizenmarkt momenteel dusdanig ontwricht is dat mensen zich schamen om te vertellen hoeveel geld ze betaald hebben voor hun huis. Er was een chick die had 7 ton betaald voor een woning in Utrecht. En dan denken mensen, wauw, 700.000 euro voor een huis in Utrecht. Jij hebt vast een soort paleis, een vrijstaande, dikke, vette mansion. Een soort van, ja, zoals Gio ongeveer woont, weet je wel, zo'n dikke kribba. Nee man, een lelijk hoekhuis met 60 vierkante meter of zo. Ja, dat snap ik wel een klein beetje dat je ervoor schaamt. Aan de andere kant, wees blij dat je niet, zoals ongeveer alle jongeren ooit, waarschijnlijk de rest van je leven aan het huren bent. Ik denk dat de echte schaamte is dat er gewoon zo meteen een hele hoop mensen zijn die fucking 30 zijn. Die of nog steeds bij hun ouders wonen omdat ze gewoon letterlijk geen geld hebben om op zichzelf te kunnen wonen. Of mensen die op een heel klein studentenkamertje wonen op hun 30ste omdat de hele huizenmarkt gewoon compleet naar de tering is. Nou heb ik in dit geval niet per se advies hoe we dat moeten oplossen. Zoals alle politieke partijen zeggen is bouwen misschien wel een goed idee. Zou je sowieso mee kunnen beginnen. Ja, voor de rest allemaal ingewikkeld man. Voor mij is het probleem voornamelijk momenteel de rente nog steeds heel erg daalt. Dus de banken die willen je steeds meer geld lenen, aangezien bij wijze van spreken wilde de bank je eerst 200.000 euro lenen en betaal je daarop terug iedere maand 200 euro. En nu willen ze je 500.000 lenen en betaal je per maand nog steeds 200 euro. Dus iedere keer als de rentes weer omlaag gaan, kunnen mensen meer lenen. En als mensen meer lenen, gaan ze meer bieden op hun huis. De meeste mensen kijken gewoon bij de bank, joh, wat kan ik lenen? En dan zoeken ze daar wat leuks voor uit, toch? Dus hoe meer geld je bij de bank kan lenen, hoe meer de huizenprijzen omhoog gaan. Hoe je dat moet oplossen, weet ik veel. Ik heb scheikunde gestudeerd, geen economie. Oh, nee! Ik dacht, dit ga ik niet halen. Toen wilde ik al terug en toen weer wel en toen weer niet. En dat was gewoon geen aanloopje. Echt totaal niet gewoon. Heel jammer. Misschien moet ik op een gegeven moment toch gewoon lekker met z'n allen op Mars gaan wonen. Ik heb waarschijnlijk ooit al een keer in een video gezegd, maar ik wil dat toch nog even een keer onderstrepen. Ga alsjeblieft niet op Mars wonen. Ik zie online zoveel mensen die zeggen van ja, als we nog mensen zoeken voor de eerste Marsmissie, ik meld me sowieso aan. Ik denk, die mensen zijn zo fucking dom. Die mensen kunnen gewoon niet op de lange termijn nadenken over iets. Die denken gewoon, oh Mars, ja leuk, avontuurlijk, nieuwe kans, een nieuw begin. Kijk, op Mars wonen is gewoon een soort voor de rest van je leven heel matig kamperen, toch? Er is daar geen ene flikker te doen. Heel weinig mensen. Het lijkt me gewoon hartstikke saai. Ik denk dat op Mars wonen klinkt heel cool, totdat je er daadwerkelijk woont. En dan bedenk je opeens dat het echt, ja, totaal niet de tijd en moeite waard is. Ik denk dat je na 2 dagen keihard naar huis wil, joh.
Dat denk ik. Wat ik wel heel vet vind, over in de ruimte wonen gesproken, dat zijn de O'Neill Spheres. Daarvoor moet je eigenlijk gewoon even eens de podcast luisteren. Die ene aflevering waar we voorspellingen doen over de toekomst, welke banen verdwijnen, wat er allemaal in de hele verre toekomst gaat gebeuren. O'Neill Spheres zijn eigenlijk een soort, ja, planeten. Nou, niet eens planeten. Het is eigenlijk gewoon een soort, ja, keukenrol in de ruimte. Je maakt een soort glazen buis. En die buis die draait rondjes. En wat er gebeurt als iets rondjes draait, zoals in je wasmachine, is het gaat allemaal naar de buitenkant van dat rondje. Dus omdat die buis rondjes draait, gaat alles aan de binnenkant van die buis wordt naar buiten gedrukt. Dus je hebt eigenlijk zwaartekracht in een cirkel. Dus wat je zou kunnen doen is, als je in die buis staat, kun je gewoon helemaal ondersteboven lopen. Je zou een stad kunnen bouwen waar je gewoon in een stad bent. En als je omhoog kijkt naar de lucht, is daar gewoon nog steeds een stad. En het idee is dan dat we in de hele verre toekomst met z'n allen in de ruimte gaan wonen in dit soort buizen. Ah, dat is echt fucking vet. Echt super vet. En het idee is dan, Jeff Bezos is hier onder andere mee bezig, geloof ik. En had ik het idee van, ja, we zouden dan bijvoorbeeld gewoon bestaande steden op aarde gewoon na kunnen bouwen. Je maakt gewoon een soort Parijs 2.0 in de ruimte. En als je dan door het glas heen kijkt, zie je gewoon de sterren en zo. Ja, dat is best wel dope. Ik denk dat als je echt vanaf nul kan beginnen, dat je gewoon puur qua architectuur en bouw, dat je het zo ideaal kan maken. Weet je, het ding is dat ooit zijn we een keer begonnen met een soort agrarische samenleving, de eerste steden en zo. Iets met tijdvakken en geschiedenis. En het ding is, wat je gewoon ziet bij heel veel steden, is juist een stukje cultuur dat ze heel klein beginnen en dat je steeds een klein beetje uit gaat breiden. Dat zie je bij bijvoorbeeld in Amsterdam. Je hebt gewoon een centrum en een ring en een ring en een ring. Dat je het een beetje uitbouwt. Maar juist als je een keer ergens begint en je weet sowieso, yo, dit moet een keer groot worden, ga je het ook op een hele andere manier bouwen. Of je bouwt gewoon Parijs na. Net waar je zin in hebt, toch? Ik heb alleen heel slecht nieuws. Ik denk dat we pas over duizenden jaren die O'Neill Spheres gaan zien. Het lijkt me vooral heel moeilijk. Hoe bouw je in de ruimte opeens een gigantische glazen kooi? Je hebt een soort robots nodig die al die materialen al hebben. Hoe krijg je die daar? Het is een hoop gezeik. Ik ga er niet over nadenken. Ik ga gewoon even proberen deze game uit te spelen. Of nou ja, uitspelen was nooit echt de bedoeling. Maar laat ik in ieder geval proberen dit level even af te maken. Dat is een goed begin. Verder kan ik je nog wel eventjes gauw één klein dingetje leren. Wist je dat in de geschiedenis van de mensheid minimaal 6 mensen zijn doodgegaan tijdens eetwedstrijden? Van die wedstrijden waar je in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk eten moet schransen. Ja, heel af en toe gebeurt het gewoon dat iemand zo lekker aan het schransen dat je stikt. En voor de rest, misschien dat sommige van jullie nog bekend zijn met de YouTube-klassieker, de Fluffy Bunny Challenge. Dat was echt verschrikkelijk. Het idee was dat mensen YouTube-video's maakten waar ze zoveel mogelijk marshmallows tegelijkertijd in hun bek propten. Terwijl je zegt, Fluffy Bunny, dat is de challenge. Gewoon marshmallows in je bakkes. Blijkbaar zijn er ook 2 mensen dood gegaan terwijl ze dat deden. Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt om die hele bal marshmallows in één keer in te slikken. Maar als het eenmaal gebeurt, ik zou flink hard in de stress schieten. Dit lijkt me echt een verschrikkelijk punt om de video mee af te sluiten. Praten over kinderen die stikken in marshmallows. Maar dit is wel het punt waar ik de video ga afsluiten. Ik wil je graag hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering van de XXL gameplay. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En volgende week ben ik terug met weer een compleet andere game. Laat in ieder geval even weten welke game je graag volgende week zou zien in de XL gameplay. Als je nog goede feitjes hebt, stuur ze even in de reacties of de mail. Maakt niet uit waar, ik kan ze goed gebruiken. Dus stuur me naar mij toe. Zie ik je volgende week terug. Tot dan. Dikke vette. Doei!